Dames en heren, goedenavond. Zojuist heb ik de Tweede Kamer de antwoorden doen toekomen. Die waren gesteld naar aanleiding van de recente berichtgeving over een schikking tussen het Openbaar Ministerie en Kees H. Nu 15 jaar geleden. Ik heb telkens aangegeven dat ik het van het grootste belang vind dat er duidelijkheid zou komen over de financiële afwikkeling van deze schikking. Op 3 juni vorig jaar heb ik aan de Tweede Kamer geschreven dat op mijn verzoek was nagegaan of er in de administratiesystemen van mijn departement de gezochte informatie nog kon worden achterhaald. Op basis van de mij toen beschikbare informatie heb ik aan de Kamer gemeld dat dit niet mogelijk was. Naar aanleiding van de recente berichtgeving heb ik de afgelopen dagen een ultieme inspanning laten verrichten om de destijds niet toegankelijk geachte gegevens te ontsluiten. Dit onderzoek heeft weliswaar geen bankafschriften of andere documenten opgeleverd, maar ik heb wel een digitale bevestiging gevonden dat in 2001 een bedrag van 4,7 miljoen gulden is overgemaakt ten gunste van Kees H. Daarmee moet ik constateren dat er toch administratieve informatie op mijn departement beschikbaar was. Deze informatie had, naar nu blijkt, ook al eerder ontsloten kunnen worden. En dit brengt mij tot de conclusie dat er gedurende een te lange periode onduidelijkheid is blijven bestaan over de feitelijke afwikkeling van deze schikking. Hiervoor draag en neem ik de volle verantwoordelijkheid. En daarom heb ik zojuist mijn ontslag aangeboden aan de koning. Ik dank u zeer. Dames en heren, de minister heeft zojuist bekendgemaakt dat hij zal aftreden over de gang van zaken rond de zaak Kees H. Ik vind dat zelf onverteerbaar. Het is iets wat mij persoonlijk diep raakt. Ik ben 4,5 jaar opgetrokken samen met minister Opstelten om het land veiliger te maken. Daar hebben we met ziel en zaligheid aan gewerkt. En die klus had ik graag met hem afgemaakt. Ik vind dat ik niet meer geloofwaardig kan functioneren nu de minister is afgetreden op dit specifieke onderwerp waar ik jarenlang als officier van justitie nauw bij betrokken ben geweest. En dat is de reden dat ik ook zojuist aan de koning mijn ontslag heb aangeboden. En dat is niet alleen het ontslag wat ik formeel moet aanbieden als de minister aftreedt. Maar ik vind ook dat ik niet verder geloofwaardig kan functioneren als staatssecretaris, omdat, zoals u weet, de minister moet aftreden over de TV-deal. Met die deal is overigens helemaal niks mis, dat wil ik hier nog even gezegd hebben. Ook dat is gebeurd voor volk en vaderland, zoals ook de minister en ik dat de afgelopen 4,5 jaar hebben gedaan. Dank u wel. Meneer Teven, kort het. Goedemiddag. Een extra uitzending van het NOS-journaal, want over een paar minuten presenteert de commissie Oosting in Den Haag het rapport over de zogenoemde Teven-deal. Dank. Ja, dames en heren. De onderzoekcommissie ontnemingsschikking, zoals de officiële naam van onze commissie is, heeft zojuist het rapport aangeboden aan minister Van der Steur. Kamervoorzitter van Miltenburg is dit weekend dan maar opgesnapt, maar er komt nog een Kamerdebat over de verwikkelingen rond de Teven-deal. Ik ga erover praten, onder meer met strafrechtadvocaat Gerard Spong en politiek commentator Sander van der Wulp. Om met jou even te beginnen, Sander, kun je even in een paar zinnen uitleggen wat Anoushka van Miltenburg wordt verweten? Haar wordt verweten dat ze een brief heeft vernietigd. Een brief waar eigenlijk alles in stond over de Teven-deal, hoe het precies zat. Een brief van een klokkenluider die eerder ook al naar haar kantoor was gestuurd, waarvan toen nooit en achteraf nog steeds niet is vastkomen te staan of ze die ook ontvangen heeft. In ieder geval is het beeld daarom ontstaan dat ze hem dus 2 keer vernietigd heeft. En de tweede keer is het haar toch zeker wel te verwijten dat haar politieke antenne niet echt goed gewerkt heeft. Nog afgezien van het feit wat haar strafrechtelijk wellicht. Daar komen we zo. Maar is het zo,
dat zij zelf die brief in een envelop of wat dan ook opent, leest en besluit, die gooi ik weg? Of gaat dat... In de eerste instantie, stel je bent een klokkenluider, die stuurt een brief naar de Tweede Kamer, dan was de procedure zo. Verbeter maar als je het beter weet. Mm-hmm. Maar dat anonieme brieven bekeken worden door het bureau van de voorzitter en dan vernietigd worden. En dat is hiermee gebeurd. Of hij is nooit aangekomen, maar toen kwam er een herkansing. Ja. Namelijk op het moment dat de twee bewindslieden al vertrokken waren, opgestapt waren. Toen kwam kwam dezelfde klokkenluider bij journalist Bas Haan terecht van Nieuwsuur. En die is met die brief naar de voorzitter gegaan en zei: hoe kan het nou dat u hier niet op aangeslagen bent? Want die klokkenluider zegt dat hij hem u heeft gestuurd. Met de nodige wanhoop erbij, van niemand luistert naar me. En toen zei ze, ja, ik heb die brief nooit gezien. En toen wilde Nieuwsuur daar later nog een item van maken. Dus heeft vertrouwelijkheid gevraagd. En dat heeft de voorzitter, zegt ze zelf, gedaan. De ultieme vorm van vertrouwelijkheid. Namelijk de brief door de shredder halen. Ja, maar daarmee is dus in ieder geval duidelijk. Zij heeft die brief gelezen, ze weet waar het over gaat. En ze heeft zelf besloten om hem te vernietigen. Zeker in mei van dit jaar. Ja. En dat leidde tot de reactie van afgelopen zaterdag. Mijn collega Kamerleden ben ik dankbaar. Zij hebben mij de kans en het vertrouwen gegeven om hun voorzitter te mogen zijn. Een belangrijke functie die ik niet langer wil belasten met een discussie over mijzelf. Dank u wel. We blijven elkaar zien. Mevrouw van Miltenburg. Blijft u Kamerlid? Mevrouw van Miltenburg. Blijft u Kamerlid? Ja, dan word je opgetrommeld op zaterdag. En dan, hals over kop naar Den Haag. Ben je een soort reizende microfoonstandaard eigenlijk. Ja, daar werd wel over geklaagd, ja. Er was sowieso enige wel een gespannen sfeertje rondom deze verklaring. Ik was zelf als het live aan het gaan en er was ook een voorlichter van Miltenburg. Nee, dat kan hier echt niet, want dan raakt ze uit de concentratie. Terwijl ik daar juist stond om mijn mond te houden zodra zij me opende. Even naar het juridische gedeelte, Gerard Spong. We hebben nu even geconstateerd wat er is gebeurd. De Kamervoorzitter heeft een brief gekregen van een klokkenluider. Nou, misschien kun je nog zeggen, de eerste keer is dat aan haar aandacht ontsnapt. Ook al viel het wel onder haar verantwoordelijkheid. Maar het is nog een keer tot haar gebracht. En toen heeft ze hem, zoals Sander net zei, door de shredder gehaald. Ja. Wat betekent dat? Nou ja, ik denk dat dat toch een hele stevige verdenking oplevert van een ambtsmisdrijf. Het is, om het heel precies te zeggen, in artikel 361 van het wetboek van strafrecht is strafbaar gesteld dat een ambtenaar stukken die kunnen dienen tot bewijs of overtuiging, die mogen ze niet vernietigen, wegmaken of verduisteren. En ja, dat is hier toch wel gebeurd. Het is evident een brief die tot het bevoegde gezag gericht was. Het is ook evident een brief die strekte tot bewijs of tenminste tot overtuiging van wat er allemaal was gebeurd met die Tevendeel. Ja, dat mag je gewoon niet wegmaken. Ja. Zo simpel staat het in de wet. En er staat toch een vrij forse strafbedreiging van 4,5 jaar gevangenisstraf. Juist. Maximaal. Dus ja, ik vind het... Toen ik haar dus in het weekend hoorde zeggen dat ze zo integer en zorgvuldig had gehandeld, dacht ik, god meid, je kiest toch wel helemaal de verkeerde toon. Zeg nou gewoon dat je stomme fout hebt gemaakt, mea culpa, en ik doe het niet meer. Maar om dan zo frontaal te zeggen dat je niks fouts hebt gedaan, dat is gewoon geen inzicht hebben in het strafbare van je handelen. Misschien omdat ze in de volle overtuiging was dat het dus niet strafbaar was. Ze was kennelijk niet direct alert op wat er precies in die brief stond. Maar een Kamervoorzitter moet ook gewerkt hebben, of niet? Ja, maar uiteindelijk, als je niet denkt dat er iets heel belangrijks in staat. Maar zij moet hebben geweten dat de inhoud van die brief kon dienen tot het bewijs of overtuiging van de mensen die zouden moeten oordelen. Jij zei net, de inhoud van die brief is toch bekend? Bij haar? Nee, bij journalisten niet. Ja of nee? Op dat moment dat zij me zag. Weet men wat erin staat? Nu? Ja. Ja. Dus wat is het punt dan? Dat zij op dat moment hem niet op waarde heeft geschat. En dat je dat daar kan verwijten dat het onbenullig is. Want de vraag is of ze dat bewust heeft gedaan. Is die brief al openbaar gemaakt? Heeft hij al ergens gestaan? Nieuwsuur heeft erover bericht. Maar de commissie Oosting die heeft hem niet gekregen. En die heeft ook tot uitdrukking gebracht dat die was nog heel mild in zijn oordeel. Die zei, het is meer dan onhandig
dat mevrouw die brief niet heeft gegeven aan de commissie. Nou, heeft zij dus een juridisch gezien een strafbaar feit gepleegd? Laten we het heel voorzichtig zijn. De verdenking is dat ze een strafbaar feit Goed. Ik zou zeggen, doe aangifte. Nee, dat ga ik niet doen. Waarom zou ik dat doen? Ze heeft een hele hoop Tweede Kamerleden die zich daarover kunnen bezinnen om dat wel... Het debat gaat beginnen. Ik heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder de minister-president, de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Mevrouw de voorzitter, waar dit debat over gaat, dat is aanzien van politiek, de geloofwaardigheid van de overheid en het vertrouwen in de rechtsstaat. Toen ik het rapport van de commissie Oosting las, moest ik denken aan de filosoof en kerkvader Augustinus, die zich afvroeg, wat is er nog voor een verschil tussen de overheid en een roversbende als de staat niet is onderworpen aan de wet?